Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik sta niet alleen in de studio. We gaan naar Tomoplay. Dus wat een enthousiasme. Ja. Nou, dit is interessant. Weet je, heeft er wel zin in. Kijk, weet je, heeft er wel zin in. En ze trainen ook. Dadelijk is je al uitgeput. Waar je energie voor de hele dag. En lig ik gewoon voor Pampa zo van. Ga alsjeblieft weg. Ga alsjeblieft. Laat me met rust. Geef ons de rust. Geef ons vleugels. Juist. Dus ja, we gaan naar Tomoplay. Ik heb geen zin om een kapje zelf om te draaien. Dus we staan nog in de studio. Hartstikke gezellig. We hebben een bordspel of iets hebben we gespeeld. Flashpoint. Ja, dat heeft geweldig gespeeld. Ja, dat geeft echt heel veel flashbacks. Hartstikke leuk. In ieder geval, wij zien jullie op Tomoplay. Hey! Het is te vroeg.
Heb je vast je kaartje? Nou, succes! Ja, jongen, zelfs in Smash! It's the king of Nintendo versus the king of darkness. We will win. We will survive. And we will f*** up. Let's do this. Wij doen man up or shut up. Oké, openingen die worden weer gelijk gezocht, er wordt gedodged, er wordt echt gerold alle kanten op. En de eerste schade is voor Ganondorf. Ja, Mario. Alleen daar is een crap en daar komt Mario heel snel uit. Mario is wel een goede platformer, dus die zou natuurlijk ook wel goed nimble moeten zijn, hè? Maar het is wel uitkijken met Ganondorf. Hij kan heel veel hits krijgen, maar hij is dealen. Oef, komt hij heel snel weer terug. Oh, een combo. Oh, daar komt de grab. Nee, geen up air. Een up air van Mario. Shit. Oh, de damage is wel weer goed gelijk op, hoor. Ja. Ik vergeet niet, hè. Ganondorf is wel een beetje in het voordeel in verband met dat hij een zwaargewicht is. Maar Mario die staat weer een stukje sneller in, dus. Ja, het is ook echt gewoon, Ganondorf staat bekend om de damage dealing die je kan maken. Hij kan echt heel veel damage opeten, maar wanneer hij zelf dealt, dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. Oh. Maar de cape is zo. Die cape van Mario troll is dodelijk, dat hebben we net ook al gezien. De cape is gewoon de perfecte troll. Ja, ik was echt. Het is vaak als Mario spel, maar zo de cape gebruiken heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Oh, dat is heel vaak wel gebeurd in de professionele mensen. Die gebruiken het echt heel vaak puur voor die recovery's om te blokken. Maar het is een aparte finale, want ik zie eigenlijk heel erg vaak Rosalina in de finale. En ja, altijd eigenlijk een beetje van die zwaargewichten in de finale. Ja, ik zie me. Ja. Oh. Die Mario die houdt zich wel heel goed vast. Oh boy. Oh boy, Ganondorf. Volgens mij valt hij een beetje de hitte. Ja, die damage die is al behoorlijk hoog aan het worden. Ganondorf die staat alweer hoger dan Mario. En Mario die heeft nog steeds een stok meer. Ja. Dus er moet nu veel gebeuren voor Ganondorf. Oh, dat was Ganondorf. Dat was Ganondorf, zag het dit keer wel. Ja. Oh, dropkick. Heel gevaarlijk. Mario die gebruikt zijn snelheid echt enorm in het voordeel nou. Ja, Ganondorf die zit echt gewoon goed te wachten. Ja, het voordeel is, Ganondorf hoeft maar één flinke klap uit te delen en dan komt er weer heel veel schade bij Mario. Yep. We can feel that.
Oh, bijna de kick. Oh. Mario die draait het even heel eventjes om. Kennen of die is nou in het ontbijt. Oh, daar heb je de kick. Daar heb je de kick. Ja, ook meeste. Ja, makkelijkste move is eigenlijk ook kill move met hem. Ja, Ganondorf die kent steeds voor de kick. Daar is weer die kick, hè. De kick blijft heel gevaarlijk. Mario die wil gewoon trollen. Die wil gewoon de King of Trolls trollen. Die wil gewoon de finale plaats winnen. Die wil gewoon zoiets van... Oh, choked! Ganondorf die maakt toch nog een hele mooie comeback. Ja. Want damage, ja, ik zei het net al. Als Ganondorf één klap geeft, dan krijg je een enorme knal. En oh, wat redding daar. Nou, dat scheelde weinig, hoor. Dat was een hele gevaarlijke, hè? Bijna schaakmat. Het lijkt wel schaak ondertussen. Op zich, gaming is altijd wel schaak. Je hebt altijd wel strategie voor jezelf. Alleen, omdat het zo snel is, dan zou je het nooit zelf denken. Terwijl puur ze zitten echt elkaar gewoon te analyseren op de goede momenten op te raken. Ja, het probleem is, als Ganondorf nou een flinke klap geeft, dan leek Mario er toch alweer uit. Ondanks dat Mario maar 60% heeft. Dat is echt zo wat ik bekend heb. Literally on the edge. Het blijft altijd gewoon, je denkt niet van hij zou het moeten pakken, maar hij pakt het toch altijd wel. My dick is hard. Oh. Zo een herkennen. Ja, deze is de cape weer. De cape. Maar dat maakt niks uit, er kan van alles gebeuren. Daar is alweer namelijk een flinke trap. 70 damage is genoeg gekend om Mario eruit te schuppen. Er is wel nog een flinke comeback komen. Voor één kick. Eén kick to the face. Oh, niet de goede kick. Nou ja, hoe meer damage hoe makkelijker. Daar is de kick! Daar is de kick! Spannend! 0 tegen 0, ze staan weer gelijk. Oh, Mario, die wordt echt een flinke combo daar gekregen. Dus ja, de comeback is real op het moment. De comeback is heel real. Ganondorf die pakt de fuck-ups van Mario en hoppakee, dealt gewoon alle damage die hij wil. Wat is gewoon een leven. Maar het staat weer gelijk, hoor. Het staat weer gelijk. Ja. Oh. Blijf spannend. Het is echt gewoon... Maar vergeet niet, het gewicht van Ganondorf staat toch in het voordeel. En levensgevaarlijk daar. Nee, was echt, dat zou het echt gewoon alles duidelijk maken wie zo winnen als die raak was. Ja. Die Mario. Oh, die Mario. Die blijft proberen ook. Die rand is gewoon levensgevaarlijk, zeker voor Ganondorf. Mario wil gewoon keihard winnen nu. Hij was eerst voor, nu staan ze gelijk. Hij staat zelfs nog een beetje achter. Nou wil Mario gewoon niet winnen. Oh, maar Mario kreeg een flinke klap van Ganondorf en Odin. Oh nee, de invincibility frames. Oh, dropkick. Mario die zit nou een beetje in de danger zone, terwijl dat Ganondorf alleen nog maar door de cave zou kunnen bevatten op dit moment. Ja. Mario, die is heel gevaarlijk. Ja, Mario moet voorzichtig zoeken nou. Echt 1-hit van Ganondorf en het is over voor Mario. Terwijl Ganondorf die kan nog wel wat krijgen. Ja, stand-up. Oh, wait a game! Ze waren met stand-up bezig gewoon. Kom maar dichterbij. Oh! The explosion! Oh my god! De Ganondorf, King of Demons! Wat een match, jongens! Ik zou zeggen, kijk nog heel eventjes naar de camera. Want het komt op YouTube. Dit was Mario. Dit was Mario. En Ganondorf. En dit was eigenlijk de co-commentator die jullie dus ook hoorden. Blijkbaar. Ja, je bent op de video te horen, dus... En de cameraman. Ik ga met jullie eventjes naar de prijsuitreiking. Even kijken, dit is de tweede plaats. Ja, ik heb voor jou Pokémon Rond, ik zit daar een sticker wel. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb voor jou een Red Shell, een Yoshi Ei en een vraagtekenbord. Ik heb voor jou een, ik weet ook niet wat het is. Leuke koppen voor en een Pokémon Tournament poster. Nou, geweldig. Voor jou exact hetzelfde, maar omdat jij nummer 1 bent, ook nog Mario T-shirt. Mario shirt. Heel nice. Die heb je ingemaakt, dus ja, daar heb je inderdaad je shirt. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie deelname. Ja, even een special bedankje naar Erik, de cameraman en prijzen. Die is niet van GameFit, maar die wil altijd mij heel veel mee helpen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Geen probleem. Misschien kom ik daar nog langs met een interview of zo, wie weet. Dus bedankt. Ja, tot ziens. Hij gaat er nog filmen ook, hè. Hey, ik moet omroepen voor GameFit, wat leuk. Dankjewel, Brian. Goedendag, dames en heren.
Even de aandacht voor de cosplay-competitie. Die zal buiten gehouden worden om 16:30. Er staat iets anders op de planning, maar het is dus buiten op 16:30. Er is een vrije inloop, dus je kunt je altijd inschrijven. Dus nogmaals, de cosplay-competitie buiten, hier op het plein, om 16:30. Oké, jongens, echt, nou mijn haar echt. Oh, ik heb niet gezien hoe ik eruit zie op de vlog, maar ik zit hier nou eindelijk heel eventjes te genieten. Ik heb even mijn evoluties die ik dus heb. Ik heb hier ik vind hem echt zo schattig, dat snoetje hier. Echt een shiny vapor. Dus ik heb hier dan ook een grote Leafeon erbij. Die heb ik hier dan toevallig. De oortjes die zitten een beetje aan de verkeerde kant, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat doen we even fixen. Kom hier met je oortjes. Flapoortjes. Dus ik vind het echt hartstikke schattig. Dan heb ik dus hier de shiny Eevee en ik heb dan boven nog een Flareon en een Espeon erbij. Dan zeg ik goed, 5 toch? Ja, ik had er 5 verkocht. Ja. En dan komt er dus nog een Glaceon bij. Leroy is op dit moment bezig met Twister. Erik die is ook lekker nou eventjes bij aan het komen en aan het ontspannen. Wat is de tijd eigenlijk? Hoe laat hebben we het? Ik moet om 14:30 moet ik een Pokémon... 14:30? 14:11. Dat is 14:50. Als ik het best zo zie, hier zou ik maken dat we dadelijk. Nou nee, ik zit al in de gaten te houden, want als stormchaser ben ik hier echt eigenlijk een hele grote fan van. Ik zie daar zelfs een hele mooie lucht aan ontstaan. Ik ben ook gek op stormchaser. Ik zit nu op een evenement, dus ik kan nou niet stormchaser. Maar ik hou het in de gaten, maar ik denk niet dat we het droog gaan houden. Dus Leroy die zit al in een heel lastig pakket zo te zien. Go Leroy, Stoutland! Hij speelt vals. Veel op groen. Kom eens naar het land. Het is blauw. Ja, regen. Regent het? Druppel. Zou je straks ook meedoen? Ja, druppel. Jongens, ik ga de camera opbergen, want we beginnen regen te krijgen. We vloggen dadelijk nog meer. We komen nog langs ons thuis. We hebben daar ook nog een bordspel. Zeg het. Het begint sneller te worden. Oké, wij gaan snel inpakken, want het gaat hard regenen nu. Erik, nog meer getwisten. Is het dan? Ja, kom, laten we met z'n allen twisten gaan spelen. In de regen. Nou, is het... Oh, niet naar buiten. Ik wil een extra uitdaging. Nou, kan je mee naar buiten? Nou, er zijn een paar takken gebroken, maar ik denk dat we de valwinden hebben gehad. Ja, ik ben er ook al bij de auto. Het waait echt heel erg. Waarom zijn ze zo bij de auto? Ja. Dat gaat niet. Nou jongens, het is zover. Ik doe mee met de eerste Pokémon competitie op een zaterdag. En mijn team heb ik hier dus al klaar liggen. Dus ik sta hier al klaar met mijn 3DS voor de battle dadelijk te beginnen. Mijn eerste battle. Dus ik laat jullie zeker weten hoe dat het gaat eindigen. Maar laten we hopen dat het spannende battle gaat worden met de evoluties die ik dus bij me heb. Dus ik laat jullie weten hoe dat het eindigt. Daarom start ik ook eventjes de vlog erbij. Hoi jongens. Het tournament, ja, ik kon dat niet filmen omdat ik moest dus zelf echt heel erg gefocust. Het was echt een battle. Daar moest ik heel erg hard op concentreren. Maar jullie zullen waarschijnlijk niet geloven, maar ik ben kampioen geworden van de zaterdag van de Pokémon competitie. Met mijn Eevee team, dus ik ben heel erg trots op mijn Eevee's. Het was een hele spannende gevecht. Gefeliciteerd! Ja, in het einde had ik dus, even kijken, ik had nog 2 Pokémon over. En mijn Umbreon gaf eigenlijk een beetje de doorslag, waardoor dat ik gewonnen heb. De andere die is geragequit op mijn Umbreon. Ja, dat was heel extreem. Dus mijn Umbreon is inderdaad eigenlijk een beetje de gouden, echte man. Ja, de Pokémon of the match, laten we het zo zeggen. Dus nu zitten we eindelijk te chillen. We hebben dadelijk de anime competitie die we dus nog moeten hosten en moeten jureren en alles. Ja. Dus we zitten nu heerlijk te genieten van het zonnetje. We hebben net die regenwolk gehad. En nu is het gras alweer droog. Dat is echt heel snel gegaan. Voel het, kijk, voel het. En we zitten hier allemaal gezellig. Dus daar zit de groep gezellig. Daar zit de groep gezellig. En daar vliegt de regen gezellig. Dus en dadelijk thuis hebben we ook nog games gezellig. Maar ja, ook weer bij de anime. Bij de cosplay competitie. Daar ken ik dus ook niet veel om, omdat daar ben ik bezig met jury's wezen. Dus helaas, maar we hebben wel leuke beeldmateriaal gehad. Dus laat weten of je leukste momentje hebt. Het is nog geen afsluiting, veel meer. Plus we hebben nog dag 2. Dus ik ga even chillen jongens. Ik ga vieren. Echt een kampioen, ik kan niet geloven. Wauw!
Nee, daar heb ik nou volgens mij ook met mijn nieuwe handschoenen. Ze klapt! Yay! Dat ja. Vertel erover. Ja, we hebben deze figure. Deze is gesponsord door Red Dot Commerce. Ik bedoel, iedereen kent ze wel, hoofdsponsor van dit algemene evenement. En zodoende ook de sponsor van Cosplay Algemeen. Dankjewel. Nou, we hebben echt heel erg gelopen. Jullie waren echt allemaal geweldig, dus het was niet makkelijk. Vandaar de korte pauzes tussen jullie ook door. Maar wij zijn tot de conclusie gekomen voor Algemeen. Algemeen is gekozen door, of is gewonnen door... Ja, Harry van League of Legends! Echt heel mooi gemaakt, echt heel mooi. Ja, ik zou zeggen gefeliciteerd, ik zou zeggen... Jongens, maak heel eventjes een opening, nog even voor het publiek. En blijf nog heel eventjes aanwezig. Dan gaan we namelijk door naar de tweede categorie. Dat is Nintendo. Dus dat is echt helemaal gefocust op Nintendo. En ja, dan geef ik ook weer het woord aan Brian eventjes voor. Nou ja, gesponsord door Nintendo Benelux hebben we ja, ook een aantal leuke prijzen samengesteld voor de best Nintendo cosplay. Dat is deze Amiibo. Een leuk Pokémon stickervel. Eentje voor de gamepad. En natuurlijk een Mario magneten set voor aan je koelkast, magnetenbord, zeeticket, doe er wat mee. Hartstikke leuk. Oké, nou ik heb heel veel goede Nintendo karakters gezien en ja, het was heel erg spannend, maar echt, het is een duo geworden. Ik roep voor me, Squirtle en Eevee! Squirtle en Eevee, gefeliciteerd! Ik zou zeggen, draai om! En... knuffelen publiek! Oké, nou hebben we nog één categorie en dat is gaming overall. Dus van alle categorie games. En dan moet ik zeggen... Ja, Erik. Er was één cosplay die echt zo prachtig was. Daar waren we echt over eens. Oh, eerst nog heel even een klein verhaaltje over de prijs. Brian? Nou ja, voor deze combo hadden we via Red Dot Commerce weer natuurlijk Red Dot Commerce bij Tomo. Deze Yoshi.
gesponsord. Daarnaast hebben we ook wat van MSI. Een gaming pad. En een anti-grip muismat. Ik weet niet wat er speciaal aan is. Ze zeggen dat het speciaal is. Het is van MSI. Het zal wel speciaal zijn. En natuurlijk ook, ik zie hier Yoshi. Heb je al? Yoshi! Oké, ik wil ons drieën toch heel eventjes bij elkaar hebben. Want we hebben het toch wel eventjes heel moeilijk gehad qua daar inderdaad de winnaar voor vinden. Want we hadden een close matchup daartussenin. Maar het is toch uiteindelijk geworden. Midna! Midna, kom naar voren toe! Midna, gefeliciteerd! Brian staat achter me. Ik weet niet of mensen erin moeten, maar het is mijn plek voor achter. Gefeliciteerd! Dan wil ik dan toch heel eventjes van ja, bij wie was het nou heel erg close? Die wil ik er een beetje ook bij roepen, die hoort er een beetje bij. Gewoon even een speciale shout-out daar toch nog naartoe, want wij vonden het echt een geweldige performance. Link, kom even naar voren toe! Op de manier waarop je dat aan de performance deed. Hupsen, nee, terug, hupsen. Wij willen de hupsen ook inzien. Ja. Wat? Link, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was Tomo Play 2016 voor de zaterdag. Ik dank jullie sowieso tot jullie. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben gehad. En hopelijk zie ik jullie morgen weer. En natuurlijk ook nog een woord van Brian. Hartstikke bedankt allemaal. Organisatorische mededeling. De laatste shuttlebussen gaan zo weg, dus ik zou opschieten. Dank jullie wel voor het komen en misschien tot morgen. Tot ziens. Ja, en nou, dat, jullie hebben daar allemaal gezien, wat leuk! En hier zitten we nog steeds uiteindelijk. Hallo. Hoi. Wat doe jij hier? Ja, wacht op de bus. Ongelukkige Christian. Ja, Leroy die is alweer terug. Die was even net aan het helpen. Ja, ik moest even wat shouten. Ik zei, wie ben jij? It's Mario Catcher. Mario Catch. Ik word echt overal Mario genoemd. Hi! I talked to you yesterday, remember? I remember! I learned a lot about your Pokemon. It's really cool, dude. They got bigger and fluffier. What are they called? This is Flareon. Yeah, Flareon, dude. Okay, bye! Ja, jij ziet het wel. Ik sta zo goed in beeld, toch? Ja. Fabulous! Ja. Ja. Ze hebben dus het hele weekend eigenlijk een beetje gedaan. Gisteren hebben we dus een barbecue hebben gehad. Daar hebben we geen beeldmateriaal van gehad. Er was een game die we gingen doen. Want het was eigenlijk de bedoeling dat we dan nog thuis een game zouden doen. Want het ging maar tot 17:30. Maar ja. Het is hier zo gezellig geworden. Ze kwamen keilaat terug. Nou, vandaag is dan mijn broertje, mijn Stormchase Buddy, er gezellig ook bij geweest de hele dag. Dus is de dag. Hoe vond je het eigenlijk zo? De eerste keer op een conventie? De eerste keer op een conventie, ja. Als je dingen verkeerd inschat en het pakt toch leuker als normaal uit, dan is het gewoon geweldig. En het is gewoon, je maakt je eigen con en het is gewoon super geweest. Oké, we hebben nog eentje die voor de eerste keer is gegaan. Hey. Robin! Hi. Onze moderator van Twitch. Ja. Robinski! Voor de mensen die het willen weten, het is zeg maar Robin. Robinski! Ik vond het heel leuk om erbij te zijn, ja. Vertel ervaring, deel, share. Nou, ik had, net zoals Sander, ik had er niet zo... Jason ook. No. Ik had er niet zo heel veel van verwacht, maar toen ik er uiteindelijk ben geweest, het was echt een leuke ervaring. Echt leuk. Het is zeker ook leuk om naar meerdere cons te gaan. Ja. Laten we door. Hoe ben jij, Erik? Geweldig, echt. Het was zo gezellig. Nou ja, wat je al zei gisteren. In principe de conventie was een heel stuk eerder geëindigd. Maar we hadden met, onder andere, omdat jij onderdeel van de crew bent. We hebben veel dingen georganiseerd en met de organisatie... Eén moment. Mark! Oké, nou die hebben we ook even in beeld gehad. En met de organisatie hebben we dus heerlijk gebarbecued. En dat werd even later zo gezellig dat we gewoon niet meer weggingen. En ik heb een nieuwe Magikarp bij Shiny. Magikarp. Deze is zo fluffy. Deze is echt zo fluffy. Ik kijk dat snoetje nou. Magikarp is ook awesome. Oh ja, en er is het Feebas.
Voor de mensen die, voor mensen die het vergeten zijn, dit is een Vibes. Ja, inderdaad. Wat is een Vibes? Nou, heel erg simpel, moet je opletten. Espion, gebruik eens eventjes psychisch vanuit de tas. Doe eens psychisch. Jongens, ik ga naar boven kijken op Discord. Ja. Nou, en voilà. Dat is een Vibes. Dus leer even vertellen jouw ervaring. Ja, hetzelfde als Erik. Het was echt heel gezellig. En we hebben echt heel laat gemaakt. Leuk spelletje gespeeld, echt. Doei Chris, dankjewel voor de fotobom. Doei. Ja, zoals ik al zei. Hey, stuur dadelijk nog even. Even wachten. Stuur dadelijk ook nog wel even Frank, want die wou nog wel even over Smash. Oké. Ja, zoals ik al zei, was het echt heel gezellig, heel geloofd, echt laat gemaakt. Ja, leuk spelletje gespeeld. Echt, ja, de gezelligheid die sprank weer vanaf. Dus. En vooral was het leuk dat. Ja, dus dat was alles, dus ben je ook okay? Ik kom niet later. Wat is het? Ik ben aan het vloggen, wat moet je? Don't be mad at me. Don't be mad at me. If you kiss me tomorrow, I'll bite your face. Car! Random car! Carp! 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 Is a carpy car. Blooper! Blooper, 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 blooper. Dat zijn mooie tekeningen. Blooper, blooper. Moet je kijken, ik zeg juist. Dit doet mijn broertje gewoon echt. Ik vind het zo mooi. En kijk, steady hand. Steady. Robin, als je dit echt de best, ik sla je, ik verbrand je met mijn Flareon. Oh. Heel gedetailleerd. De pen is mine. Ben is machtiger als het zwaait. Ben, blijf nog zelf even weg. Dan kan ik even. Kijk, oh, echt heel karakter zo. Echt gaaf. No, is echt no. En de reactie is ook no. No, ja. Nou, voor een Pokémon code heb je. En het zwaait again! Pokémon X en Y en Oga's in de reacties. It's no. Like magic! It's gone! No! En het weg! No! Backspace! Nou, zoals jullie dus in deze korte samenvatting hebben gehad en dus de beeldmaterialen hebben gezien die ik gebruikt heb, hopelijk uit het rommeltje wat ik samen heb kunnen bij elkaar gooien. Ik hoop dat jullie een leuke video vinden. Als afsluiting hoop ik dat Erik nog een keertje zo'n leuke snelle deuntje kan gooien. Je weet welke ik bedoel, denk ik. Nee, strakjes. En ik doe het nog eerst even met z'n allen doei. Hij zat al klaar. Ja, we doen eerst nog met z'n allen doei. Jij moet ook nog doei doen. Jawel, jij moet ook even doei. Mijn kop hebben jullie weer genoeg gezien. Nee, jullie moeten nog even doei doen. Trouwens, deze zijn opnieuw. Ik vind het gaaf. Deze zijn awesome. Hier kijken, pokebal. En dan is het een elektrode. En nou is de pokebal. En nou is het een. Oké. Ja. Doei. Doei. Ja, ik zie het zo. Wacht, ik wil even mijn camera draaien. Fuck it. Oh, ook weer een beetje karp. Nee, niet op de beetje karp. Doei! Doei! Laat hangen. Moeten we overdrijven, hè? Kijk, ik moet even een tik geven, alsjeblieft.